Goedemiddag allemaal, ik ben Thomas Rijgers van Media Mirror. We zijn met een nieuw concept op de Belgische markt. Dat zijn namelijk de reclamespiegels. Dit is een concept dat overgewaaid is vanuit Nederland. In Nederland hangen er ongeveer een duizendtal spiegels op verschillende openbare locaties, voetbalstadions en dergelijke. We hebben het exclusiviteit voor België en we starten dus vanaf vandaag eigenlijk met een samenwerking met Antwerp als pilot voor de eerste keer de spiegels hier in de business seats te hangen. Dus het principe is vrij eenvoudig. Ze worden boven een lavabo gehangen, er hangt een advertentie in. En vanaf dat de mensen dicht genoeg bij de spiegel komen, dan krijg je het spiegel, het spiegeleffect. Dus, het is omdat we een Antwerps bedrijf zijn en vorig jaar ook al op andere zaken hebben samengewerkt met Antwerp, dat we voor Antwerp gekozen hebben als pilot. Ik kan misschien even kort toelichten. We hebben inderdaad met Marwals in het verleden al samengewerkt, omdat we de ambitie hebben uitgesproken met Antwerp om het meest populaire sportmerk te worden en tegelijkertijd ook als medium het meest performante sportsmarketingplatform te gaan bouwen. Dat wil zeggen dat we onze eigen mediakanalen moeten gaan uitbreiden met zo'n dergelijke innovatieve zaken. En dat we in de komende maanden nog verdere dingen zullen vernieuwen aan ons platform, zoals nieuwe website, nieuwe webshop, een community platform voor onze fans, een business module en app voor onze business klanten. En zo zullen wij ook met onze bestaande mediapartners verder gaan kijken hoe we die samenwerking nog verder kunnen uitbreiden en verbeteren. En dit was eigenlijk een heel leuke gadget om dat in werking te zetten en dat aan te kondigen. En het was ook een leuke verderzetting van de samenwerking met Marbles.